Goedendag, mijn naam is Wouter Körpershoek en dit is de derde podcast over ondernemen. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je snel inzicht krijgt in de liquiditeit van de onderneming. We praten met Gerard de Smit van de Eekhoorn Dutch Furniture over hoe hij grip houdt op zijn financiële administratie. En we eindigen met de fiscale aandachtspunten als het gaat om de wet excessief lenen. Ja, Ruben, welkom. Je bent partner M&A bij BDO. Help me even, wat betekent dat precies? Ik ben partner op onze transactieadviespraktijk. En wat wij feitelijk doen is wij begeleiden ondernemers bij aankooptrajecten van ondernemingen, verkooptrajecten van ondernemingen. Maar ook voor het ophalen van financiering kun je ons benaderen. Zijn wij daartoe geëquipeerd met een speciale afdeling Debt Advisory. En dat alles samen scharen wij onder de noemer Mergers and Acquisitions. Ligt dat als gevolg van corona eigenlijk helemaal stil, dat kopen en verkopen? Zit iedereen op zijn handen? Nee, gelukkig niet. Het is natuurlijk wel een stuk minder dan dat het was. Zoals wij het zien op dit ogenblik lijkt het heel erg op een lokale onweersbui, om het maar zo uit te drukken. Dat betekent feitelijk dat een aantal sectoren heel zwaar geraakt worden. En daar is de impact enorm. Maar een aantal sectoren lijken ook gewoon door te gaan zoals dat nu zoals ze hiervoor doorgingen. Sommigen die profiteren er heel erg van. Distributiecentra, toeleveranciers aan distributiecentra, zoals uitzenders en dat soort zaken. Dan eigenlijk hele goede zaken. Maar alles wat toelevert aan horeca of iets te maken heeft met evenementen, dat gaat heel slecht. Ja. Hey, bij BDO hebben jullie een soort gereedschap ontwikkeld. Fast Financial Insights, FFI op zijn Hollands. Wat is dat? Kijk, feitelijk is dat een tool waarmee we op basis van het verleden hebben. Wat wij doen is wij gebruiken audit files. Dat zijn standaard extracties uit boekhoudpakketten. Die kunnen wij inlezen en op basis daarvan kunnen wij de toekomst prognostiseren. Nou, feitelijk is dat, wat je dan doet, is dat er een pre-corona cijferset wordt gebruikt om de toekomst te voorspellen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal representatief, want er is een hoop gebeurd in de tussentijd. En wij hebben die tool zo ingericht dat wij vrij gemakkelijk de impact van corona daarin kunnen inmodelleren. Dus dat houdt in dat we omzetuitval, vraaguitval kunnen we inmodelleren, maar ook de effecten van de maatregelen zoals de NOW, zometeen de tweede NOW-regeling die eruit komt en het uitstel van belastingbetaling. Maar even voor mijn beeld, het is de software die software haalt als het ware uit de boekhouding van een bedrijf allerlei relevante informatie, waardoor je vrij snel en inzichtelijk een beeld krijgt met corona, zonder corona, met de maatregelen, zonder de maatregelen. Je kunt het eigenlijk allemaal aanvinken en weer uitvinken. Nou, het is iets praktischer, zullen we zeggen, dan dat. Het is een tool die wij hebben gemaakt in Excel, waarbij we gebruik maken van allerlei geavanceerde faciliteiten die daarin zitten, in combinatie ook met Power BI. En we kunnen vervolgens zelf daar een en ander in modelleren. Kijk, wat wel is, het is de impact, dat is ook de ervaring die we tot nu toe hebben. De impact van corona op een goede manier projecteren is niet een kwestie van dingen aan- en uitvinken. Daar moet goed over worden nagedacht. Daar moet je echt kennis hebben van hoe projecties werken om dat op de juiste manier te doen. Maar hoe steunt dit jullie dan? Nou ja, het rekent door en het modelleert. Daarmee ondersteunt het. En we hebben natuurlijk ook gewoon zelf heel veel kennis van hoe de maatregelen werken en wat de impact van vraaguitval is. En dat is eigenlijk op basis van de ervaring die we hebben opgedaan de afgelopen weken. Dat dus ik neem aan dat het gesprek met een ondernemer er ook een stuk concreter van wordt. Het wordt heel concreet. En wat we met name ook heel goed kunnen duiden is van, maar welke impact heeft het nou als je bijvoorbeeld een financieringsaanvraag wil doen? En heb je nou zometeen aan de maatregelen genoeg
om een bepaalde periode te kunnen overleven? En wanneer komt dan het moment dat je aanvullende liquiditeit nodig hebt? En wat je natuurlijk ziet is op het moment dat je liquiditeitskrapte krijgt, dan is vaak de eerste station waar je naartoe gaat, is natuurlijk de bank. Maar die bank heeft een hoop informatie nodig en een hoop inzicht nodig. Nou, en wij kunnen aangeven, zeg maar, op welk moment de dip komt, hè, en wanneer je ook, zeg maar, die financiering nodig hebt. Maar we kunnen vervolgens ook aan de bank laten zien wanneer het weer terugloopt en wanneer je in staat bent om aan aflossingen te gaan voldoen. En dat is voor een financier in deze tijd heel erg belangrijk. Dus samengevat, als ik zo vrij mag zijn, het helpt jullie, hè, de adviseurs met alle kennis, helpt het. Het is gewoon heel belangrijk als ondersteuning eigenlijk. Het maakt het super inzichtelijk, ja, waar je analyses en je adviezen, of je dat nou zelf doet, of de bank of financiers, die daar dan mee verder kunnen. Ja, en wij zorgen ervoor dat een eventuele vraag aan een bank of aan een andere financier dusdanig geconcretiseerd wordt, dat het behapbaar is. En dat mensen niet het gevoel hebben dat er nu een hoeveelheid geld in moet, maar dat ze niet weten wanneer het dan weer terugkomt, of wanneer de zeg maar, problemen worden opgelost. Goed, nou, voor degene die luisteren, als je nou meer wil lezen over hoe je op een snelle manier inzicht kunt krijgen in de liquiditeit van je onderneming, kijk dan op de website bdo.nl/FFI Financial of Fast Financial Insights. bdo.nl/FFI. Ruben Willems, dankjewel. Graag gedaan, heel bedankt. Het is tijd om met een ondernemer te gaan praten. In dit geval spreken we met Gerard de Smit. Hij is eigenaar van de Acorn Dutch Furniture. Daar worden meubels gemaakt, meubels geleverd, meubels ontworpen. Gerard, welkom. Goedemiddag. Dat doe je niet alleen, hè? Dat doe je samen met twee broers. Het is een familiebedrijf. Ik doe het samen met twee broers en een team van meer dan 200 enthousiaste medewerkers. Doe het samen met twee broers, Jos en Wilfried. Jos is verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte. Wilfried pakt de techniek. En ik focus me wat meer op de financiële en de algemene zaken. Hoe lang is dit al zo? Mijn vader is begonnen in 1980 met een. Die kwam uit de do-it-zelf-wereld en die had op een gegeven moment de locatie en toen is hij begonnen met één machine. Dus dat stamt al vanaf 1980. Wij zijn tweede generatie. Ik zelf zit nu, ik denk, een jaar of 15 bij deze onderneming. Ben er op een gegeven moment bijgekomen. En Jos en Wilfried een paar jaar langer, dus ik denk een jaar of 18, 20. En wie is de creatieve man? Ja, op commercieel gebied is dat mijn jongste broer, Jos. En ten aanzien van de techniek is dat meer Wilfried. Maar want ik neem aan dat je een meubel ontwerpt, hè, de designkant. Ja. Dat is niet iets waar je met z'n drieën, denk ik, aan de tekentafel zit. Of vergis ik me dan? Nee, dat speelt zich buiten mijn gezichtsveld af. Dat pakken Jos en Wilfried op. De ideeën komen vanuit de markt. Die worden vertaald naar technisch ontwerpen. En daar zit een soort overlap tussen commercieel en technisch en een stukje design natuurlijk. En daarnaast hebben wij ook stylisten en ontwerpers in dienst die dat proces faciliteren. Waar kom ik jullie meubels vooral tegen als ik op zoek ga? Behalve neem ik aan rechtstreeks wellicht of verkopen jullie via allerlei kanalen? Nou, wij verkopen via de bouwmarktkanalen, de retailers, zowel online als offline retailers. En de detailhandel, we liggen vrij breed in de markt. Een beetje afhankelijk van de merken de exclusiviteiten die wij overeenkomen met onze klanten. Dat bepaalt dan welke producten op welke posities liggen. Maar we zitten vrij breed in de Nederlandse markt. Ja, je bent een familiebedrijf, ook overgenomen van je vader, begrijp ik dus. Dat levert wel een andere dynamiek toch op dan drie mensen die niet via de bloedband met elkaar verbonden zijn. Ook als het gaat om het nemen van beslissingen wellicht, voor nu of voor in de verdere toekomst. Nee, juist niet. We zijn het ook niet altijd eens met elkaar. En
zakelijk zitten we gewoon als business partners aan tafel. Het zakelijk loopt natuurlijk wel eens over in het privé, maar dat weten we, ik denk, goed te scheiden. Privé zien we elkaar ook regelmatig. Ja, dan gaat het wel eens over de zaak, maar ook heel vaak niet. We doen ook leuke dingen buiten het zakelijke. En dat weten we, ik denk, redelijk goed van elkaar te scheiden. En zakelijk, ja, hebben we onze eigen expertise, zitten we elkaar ook niet echt in de weg. En gaan we onze eigen gang in die zin dat we natuurlijk alles op elkaar afstemmen. Maar het is niet zo dat we nou twee van de drie gespecialiseerd zijn in iets wat heel erg met elkaar overlapt. Nee, ik denk dat we elkaar wat dat betreft goed aanvullen. En dat dat dan ook automatisch goed gaat in de onderlinge afstemming en de onderlinge manier van samenwerken. Nu leven we, het is het cliché van de eeuw inmiddels, maar in moeilijke tijden. Geldt dat voor jullie ook? Of zeg je, nou, wij kunnen eigenlijk nog redelijk doorgaan ondanks corona? Ja, we hebben dan echt over de corona waarschijnlijk, waar je op doelt. Zeker. Ja, goed, wij werden al een tijdje hiermee geconfronteerd eigenlijk, omdat wij ook supply chains hebben die vanuit het Verre Oosten of Oost-Europa komen, maar met name vanuit het Verre Oosten, dat de signalen toch al eind december, januari op ons afkwamen, dat het begon te stagneren. Maar de echte paniek sloeg eigenlijk in de Nederlandse markt toe, medio maart, dat wij er ook wat dat betreft mee geconfronteerd werden. Niet alleen in supply chain, maar ook in eigenlijk onze afzetkanalen. Daar hebben wij eigenlijk die paniekreactie 2 weken echt last van gehad. In die zin dat de omzet drastisch terugliep. En sindsdien, dus na 2 weken, dat we ook wel eens zagen dat het zich begon te herstellen. En langzaam weer uit het dal begon te klimmen. Met als gevolg eigenlijk dat we nu weer eigenlijk op een soort van omzetniveau zitten wat we hadden voordat corona toesloeg in Europa. Ja, moet ik me dan voorstellen in die eerste periode vooral dat je onmiddellijk naar de boeken grijpt en gaat kijken hoe je ervoor staat en hoe dan en waar dan. En is dat inderdaad hoe dat gaat? Ja, nee, dat is inderdaad zoals dat gaat. Want dit hadden we niet kunnen zien aankomen dat het in deze omvang zou toeslaan. En dan is er ook, ik weet niet, paniek. Er was paniek in de markt. Ik denk wel dat wij heel snel in een soort van survival modus gingen. Waarbij we echt vanuit liquiditeit gingen kijken van hoe kunnen we zo'n situatie, als het zo onzeker is, hoe lang dat gaat duren. Hoe lang kunnen we dat zo goed mogelijk volhouden. In die zin dat je dan nog niet afhankelijk bent van anderen of derden. Dus we hebben wel heel rationeel gekeken van oké, wat moeten wij doen om hier zo lang mogelijk onafhankelijk doorheen te kunnen komen. En dan is kijken naar liquiditeit natuurlijk heel belangrijk. Want dat zegt wat over de slagkracht die je hebt en de ruimte om daarmee om te gaan. Bleek dat jullie je financiële administratie zodanig hadden ingericht dat je het ook heel snel kon zien? Of denk je dan eventjes met de hand in het haar van wat moet ik met wat verbinden en wat is de consequentie van dit als ik het vergelijk met dat? Of was het gelijk helder? Hebben jullie een helder beeld op korte termijn gecreëerd? Ja, we hebben wel meteen scenario's gedetailleerd. Dus gekeken van echt een worst case scenario en daar overheen eigenlijk een scenario wat beter zou uitpakken. Daar hebben we naar gekeken en dan ook de omvang daarvan hebben kunnen inschatten. En dat afgezet ten opzichte van de situatie waar wij dan in zitten. En hoe ga je daarmee om en welke mogelijkheden heb je dan? Aan welke knoppen kan je dan draaien? Ik denk wel dat wij goed inzicht hebben gehad in onze situatie. Omdat wij al wat dat betreft redelijk gestructureerd zijn in onze interne rapportages. En dat we daar heel makkelijk op konden terugvallen. Het enige wat onbeheersbaar was natuurlijk de externe factoren. Daar moet je dan inschatting van maken. Nogmaals, op basis van een worst case scenario ook kijken van wat voor consequenties heeft dat? En dan welke knoppen moet je draaien om dat op de een of andere manier toch weer naar beheersbare proporties terug te brengen. Is dat te weten als de situatie buiten zo groot is en zo onvoorspelbaar? Of kijk je dan naar knoppen en denk je ik durf er niet eens aan te draaien, want ik weet helemaal niet wat de gevolgen zullen zijn?
Nou ja, niks doen was voor ons geen optie. Dus we hadden wel zoiets van, nou, we moeten echt nu echt hele gerichte actie gaan ondernemen. Maar met de onzekerheid en alles wat er dan op je afkomt. Het is wel zo, als je vandaag een beslissing nam, dat je morgen eigenlijk alweer achterhaald was door de realiteit. En dat realiseerden wij ons ook. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk op basis van een dagelijkse prioriteitenstelling. Dus per dag bepalen van oké, wat moet er gebeuren om per dag aan de juiste knoppen te draaien. En dat uitte zich uiteindelijk in elke ochtend een vast tijdstip toch al met z'n drieën bij elkaar zitten en vanuit verschillende disciplines kijken, oké, wat hebben we gisteren gedaan, wat zijn de consequenties en hoe staat het er op dit moment voor? En wat moeten we doen om vanaf vandaag eigenlijk met die wetenschap weer de volgende stap te zetten? Wat is voor jou nu, of voor jullie dus eigenlijk, de belangrijkste les die je misschien een beetje te vroeg, maar toch, die je nu al kunt trekken als je terugkijkt op die afgelopen 3 maanden en zeker ook die beginperiode? De belangrijkste, ik denk, dat vind ik lastig om dat in 1 les samen te vatten. Wat wij wel gedaan hebben is maatregelen nemen waar we achteraf van zeggen, misschien hebben we dat dus te snel doorgevoerd. Maar ja, gegeven het feit dat je niet weet wat er zich de komende weken op je afkomt, moesten we bepaalde beslissingen nemen waar we achteraf van zijn van het terugschalen van productie, omdat we zien dat de omzet bijvoorbeeld terugloopt, was voor ons evident, dat hebben we ook gedaan. Maar we wisten op een gegeven moment ook niet hoe snel we weer die knop terug moesten draaien. En dan heb je toch alweer schade aangericht aan de resources en de middelen die je had. En voordat je dan weer op het niveau bent. Dus ja, het blijft moeilijk hoor, want dit zijn extreme omstandigheden om je daarop voor te bereiden. Dus, hadden jullie de administratie wel zodanig ingericht dat dat wel kon? Al die knoppen waar je de ene dag naar links draaide en de dag daarna weer naar rechts? Nou, we hadden een goede interne rapportagestructuur. Die hebben wij nog wel toegespitst op de nieuwe situatie. Dus nog verfijndere dagelijkse additionele rapportages. Om heel goed te kunnen kijken van oké, hoe ontwikkelt de orderstroom zich? De debiteurenposities, crediteurenposities. Waar ligt eventueel de ruimte om daar slim in te schakelen? Die rapportages hadden we, maar we hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te kijken van oké, we moeten toch ook door deze situatie heen komen. En dat vind ik ook wel een les waar we op een bepaalde manier mee omgegaan zijn. Het is niet alleen dat wij door zo'n situatie heen moeten komen, maar onze business partners is natuurlijk ook belangrijk. En de boel, als wij onze kop boven water houden en de rest valt om, dan hebben we ook een probleem. Dus ook kijken in hoeverre we aan de supply chain kant, maar ook aan de klantzijde, in hoeverre we elkaar kunnen helpen om te kijken van op basis van onderlinge afspraken en inschatten van hoe we ervoor staan. En niet alleen wij, maar ook de andere partijen. Om te kijken of we elkaar overeind kunnen houden. En dat was... Dat was ook een belangrijke exercitie die we doorgelopen hebben. Tot slot, in het verlengde van mijn vraag over de lessen. Wat is jouw beste ondernemersadvies? Ja, dat staat een beetje los van het corona aspect. Ja, algemene zin, tuurlijk. Gewoon om meer in het algemeen. Maar dat is een beetje zoals ik er tegenaan kijk. En de ervaring van de afgelopen jaren bij elkaar opgeteld. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je gebruik maakt van de expertise van anderen. Het gevaar helemaal in onze constructie is dat je probeert zoveel mogelijk zelf te doen. Het is af en toe ook heel goed om terug te vallen op de expertise van anderen. En dat kunnen externe zijn. Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat je eerder opschakelt met goed gekwalificeerd personeel. Omdat je daarmee eigenlijk een soort van vliegwiel effect kan creëren. Ik het samenvat, als ik naar je luister, zeg je, wees niet eigenwijs. Durf over de heg bij de buren te kijken en sta open voor adviezen en accepteer ook dat je zelf niet altijd alles weet. Absoluut, absoluut, 100%. Goed. Gerard, dankjewel. Gerard de Smit, eigenaar van De Eekhoorn. Jij en je broers, veel succes de komende tijd. Dankjewel. Aangeschoven op afstand is Marielle Schuurman, senior manager bureau vaktechniek bij BDO.
Dit onderdeeltje van de podcast gaat vooral over fiscaliteiten, fiscale maatregelen. Marielle, welkom natuurlijk. Dat bureau vaktechniek, wat is dat precies? Het bureau vaktechniek zou je eigenlijk kunnen omschrijven als het kenniscentrum van BDO. We hebben natuurlijk in de praktijk heel veel adviseurs zitten die onze klanten adviseren. En als er bepaalde wetsartikelen nog net iets beter uitgezocht moeten worden om het juiste advies te geven, dan kunnen ze zich ook naar ons wenden. Zodat wij hun kunnen helpen bij het interpreteren van wetteksten, jurisprudentie. En wij houden natuurlijk alle nieuwe wetgevingen goed in de gaten. Je bent de adviseur van de adviseurs? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Dus alle kennis komt eigenlijk bij jullie terecht? Of jullie analyseren, jullie kijken en jullie duiden? Dat is een hele mooie omschrijving. Nou, je mag hem gratis gebruiken. Marielle, wij gaan het hebben over het wetsvoorstel over excessief lenen. DGA's die bij hun eigen bedrijf lenen, daar komt het dan op neer. Nou, er is een hoop aan het veranderen. Laten we het even chronologisch doornemen. Waar hebben we het over als het gaat om dat lenen? Wat is de kern van dat nieuwe wetsvoorstel? Het doel van het wetsvoorstel is eigenlijk het tegengaan van de uitstel van de belastingclaim. Wat DGA's kunnen doen bij hun eigen BV is als ze geld nodig hebben dividend uitkeren. Maar dan ben je gelijk inkomstenbelasting daarover verschuldigd. Inmiddels is dat 26,25%. Om dat te voorkomen kun je natuurlijk ook gaan lenen bij je eigen BV. En dat mag gewoon. Maar daardoor stel je wel de inkomstenbelastingclaim uit. En dat willen ze met dit wetsvoorstel tegengaan. Dus het was goed voor de ondernemer, maar slecht voor de schatkist. Precies. Daar wil de overheid een verandering in gaan aanbrengen. En daarom ligt er een wetsvoorstel. Wat is de belangrijkste, zoals we het nu weten? Mm-hmm. Wat springt het meest in het oog? Het wetsvoorstel is zo ingericht dat als je meer dan 500.000 euro leent van je eigen BV, dat meerdere wordt gezien als een fictieve dividenduitkering. Dat betekent dat je over het meerdere gelijk die 26,25% inkomstenbelasting verschuldigd bent. Dat tarief loopt nog op overigens, naar 26,9% is nu het plan. Maar dat betekent dus dat je vanaf ingang van dat wetsvoorstel in één keer toch wordt geconfronteerd met een fictieve dividenduitkering. Je bent dus over je lening inkomstenbelasting verschuldigd. Heb jij de indruk dat voor veel DGA's een probleem gaat opleveren? Met andere woorden, werd er echt massaal gebruik van gemaakt zoals het was? Er wordt massaal gebruik gemaakt van die faciliteit natuurlijk. Of ja, faciliteit, wat is het? Je mag lenen van je BV. Er zijn alleen niet zo heel veel DGA's die meer dan 500.000 euro hebben geleend. Dat is ongeveer 10% van het totaal aan DGA's. Maar dan gaat het wel vaak gelijk om hele grote bedragen. Ik wil hier graag nog wel even bij opmerken dat de eigen woningsschuld is uitgezonderd van die 500.000 euro. Dus die mag je gewoon in stand laten. Daarover ziet die heffing niet. Het gaat echt om 500.000 euro die je voor andere doeleinden bent aangegaan dan de eigen woning. Even over de chronologie, want het lijkt, het is een vrij duidelijk voorstel. Maar toch wordt het iedere keer weer uitgesteld in de Kamer om daarover te stemmen. We zijn enorm op het voorstel ook geschoten. Dus waar staan we nou politiek gezien? Ja, zoals bekend, de eerste brief hierover die kwamen met Prinsjesdag 2018. Toen is eigenlijk aangegeven, we gaan hier iets mee doen. Toen zijn hele vage contouren bekend geworden. Nou, die zijn uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel. Dat is in het voorjaar van 2019 geweest. Toen was het idee nog dat met Prinsjesdag 2019 het echte wetsvoorstel zou komen. Zodat daar ook echt al over in de Tweede Kamer gedebatteerd zou kunnen worden. Maar dat echte wetsvoorstel, daar zijn we nu nog steeds op aan het wachten. Nou, kun je al een beetje anticiperen wat jij ook hoort of welke verandering er eventueel toch wel in komt? In ieder geval, we verwachten het wetsvoorstel dus nu in juni 2020. En wat we verwachten dat er in ieder geval aangepast zal worden is de dubbele heffing die er nu in zat. Want je moet je voorstellen, als een DGA dus meer dan 500.000 euro heeft geleend en hij moet over het meerdere inkomstenbelasting gaan betalen, omdat dat wordt gezien als een dividenduitkering. Die lening die blijft gewoon
in stand. Dus er vindt geen echte aflossing van die lening plaats. Ja. Dus er moet uiteindelijk ook nog een keer afgelost worden door die directeur groot aandeelhouder. Als hij geen geld in privé zou hebben om dat te doen, zou hij dat dus moeten doen door middel van een echte dividenduitkering uit die vennootschap. En dan is het dus nog een keer inkomstenbelasting beschuldigd. Het grootste probleem van het wetsvoorstel zat dus in de dubbele heffing. En die wordt er naar alle waarschijnlijkheid uitgehaald. Wordt er nog gesleuteld aan dat bedrag, die 500.000 euro? Ja, daar heb ik geen idee van. Die 500.000 euro die is nu zo ingesteld dat dat geldt voor de DGA met zijn of haar fiscale partner. Dus die twee samen mogen maximaal 500.000 euro lenen. Of daar nog iets aan gedaan wordt, weet ik niet. Het is ook zo dat kinderen van de directeur groot aandeelhouder, die mogen ook allemaal maximaal 500.000 euro lenen. En of aan dat bedrag iets wordt gedaan, weet ik dus ook nog niet. Goed, we leven natuurlijk in een nieuwe coronatijd, economisch gezien ook. Vooral ook. Ik heb begrepen dat het inmiddels onderdeel is geworden, het uitstel van de invoeringsdatum, als ik het goed formuleer. Dat is het onderdeel van het steunpakket. Klopt dat? Ja, klopt. Want aanvankelijk was het idee om deze wet per 1 januari 2022 in te laten gaan. Maar die ingangsdatum is verschoven naar 1 januari 2023. En het is zo dat je de eerste keer toetst of meer dan die 500.000 euro is geleend op het einde van het jaar. Dus dat zal nu dan zijn op 31 december 2023. Op dat moment wordt pas die 500.000 euro grens getoetst. Ja, en het is natuurlijk ook nog maar de vraag, zeg ik dan op afstand, of er sowieso niet inhoudelijk toch weer gesleuteld gaat worden aan dit wetsvoorstel als gevolg van corona. Omdat bedrijven er opeens op een hele andere manier voor staan dan toen dit wetsvoorstel werd bedacht. Klopt, ja. Dus misschien gaat die 500.000 euro daarom wel omhoog. Wordt het tegen een ander tarief belast. Ja, dat is allemaal gissen. Daar kunnen we eigenlijk nu nog niks over zeggen. Heel concreet, wat is jouw advies naar DGA's op dit moment? Wat adviseer jij weer aan de adviseurs die de bedrijven, de DGA's, moeten adviseren? Dit is echt een dossier wat je gewoon goed in de gaten moet houden. Moet kijken hoe het zich ontwikkelt, neem ik aan. Ja, klopt. Dus wat wij nu eigenlijk adviseren is om nu al die schuldenpositie in kaart te brengen. Waarvoor ben je welke schulden aangegaan als DGA? Is dat voor de eigen woning? Is dat voor de vakantiewoning in privé? Heb je er leuke dingen van gedaan op vakantie? Is het inderdaad dus gewoon een rekening-courantverhouding? Maar breng al die verschillende schuldenposities in beeld. Kijk ook naar de samenstelling daarvan. Hè. Heb je wel een eigen woningsschuld bij de BV of heb je die juist bij de bank? En heb je een andere schuld bij de BV? Kijk wat je precies hebt gedaan. En dan zou je eigenlijk al in overleg met de adviseur toch al naar een strategie kunnen gaan kijken van wat ga ik doen? Doe ik helemaal niks? Dus laat ik het allemaal gewoon in stand en ja, word ik geconfronteerd mogelijk met die heffing? Ga ik aflossen? Ga ik mogelijk nog herfinancieren? Dus dat je daar eigenlijk al een beetje op gaat voorbereiden en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik ga mijn geld tellen. Marielle, dankjewel. Marielle Schuurman, Senior Manager Bureau Vaktechniek bij BDO was dat. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze derde aflevering van de podcast over ondernemen. In de volgende aflevering praten we onder meer over hoe computergecodeerde software steeds vaker repeterende en arbeidsintensieve werkzaamheden overneemt. Hoe ondernemer Bram Wingens van Renewed met zijn refurbished iPhones en iPads omgaat, zeker gezien de uitdagingen van deze tijd. En we hebben het over de belasting van de toekomst. Wil je niets missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Wat ons betreft, tot de volgende aflevering.